Hartelijk welkom. Leuk dat je er weer bent en dat je hier naar kijkt. Vandaag ga ik in mijn les wat twisten doen. En ik geloof altijd dat twisten, dat is draaien van de rug, dat als je zo'n les weer gedaan hebt, dat je dan weer wat soepeler bent. Soms merk je zelf ook wel dat je denkt, ach, ik moet mezelf weer eens een beetje draaien. Zeker als je in ieder geval zoals ik een heel zittend beroep hebt en je heel veel achter je bureau zit. Dus als je er klaar voor bent, kom lekker zitten. Maak het jezelf comfortabel. Kijk even om je heen of je niks hebt waar je over kan struikelen. En het enige wat je nodig hebt voor deze les is een dekentje voor de eindontspanning en misschien als je het prettig vindt, een kussentje. En als je lekker zit, dan ontspan je je armen. En het maakt niet uit of je in kleermaker zit bent of je benen gestrekt hebt. En dan sluit je je ogen. En kom eerst eens gewoon zitten. Even bewust van waar je bent in de plek en in de ruimte. Je ogen zijn gesloten. En je ademhaling is rustig. En langzaam probeer je je even te concentreren naar dit moment. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ook ik ga van een drukke werkdag weer zitten voor dit moment om even mezelf tot ontspanning te brengen. En loop dan even je lichaam langs. Voel je voeten heel bewust op de mat. De zijkant van je voeten of de onderkant van je benen. En zit er spanning in je voeten? Dan probeer je ze even aan te spannen en weer los te laten. Dan trek je aandacht langzaam naar boven. Dus je voelt je knieën. Je gaat naar je heupen en ook daar kijken, zit daar spanning? En zo ja, dan span je even je heupen aan en ontspan je het weer. En ga je langzaam naar boven, naar je schouders. En ook daar ontspan je even je schouders aan en je maakt het weer los. Strek eens je hele achterkant van je rug tot aan je kruin. En dan adem je rustig door je mond uit. En je laat het los. Langzaam voel je armen zwaar worden en rustig op je knieën liggen. Je vingers ontspannen. En dan breng je aandacht naar je ademhaling. En om het goed te voelen, leg je linkerhand op je buik en je rechterhand zo laag mogelijk op je onderbuik, bijna tegen je liezen aan. Adem dan in en voel alleen eerst je linkerhand omhoog komen. En je ademt weer rustig uit. Adem in. En weer rustig uit. Nu ga je de ademhaling verdiepen, zodat ook je rechterhand helemaal omhoog komt. Dus adem in. En je ademt weer rustig uit. Adem in, linkerhand omhoog en je rechterhand ook. En weer rustig uit. En als je zo in en uit blijft ademen, dan maak je een stop bij je inademing en dan maak je ook een stop bij je uitademing. Dus adem in, je linker en je rechterhand komt omhoog, je houdt even vast. En je ademt uit en duwt je buik wat naar binnen en je houdt het even vast. Adem in, hou vast en adem uit. Hou vast. Adem in.
Hou vast en adem uit. Hou vast. Laatste keer adem in. Hou vast en adem uit. Hou vast. En dan adem je rustig door en je handen gaan weer op je knieën. Adem in, trek je linker schouder naar je oor. En adem uit, laat hem zakken. Adem in, trek je rechter schouder op naar je oor. En adem uit, laat hem zakken. Adem in, breng je rechter oor naar je rechter schouder en voel de rek aan je linkerkant. En adem uit, draai je hoofd helemaal de andere kant op. Linker oor naar je linker schouder en voel de rek aan de rechterkant. En dan kom je terug. Adem in, beweeg je bovenlichaam naar voren, naar rechts, naar achteren, naar links en weer naar voren. En naar links, naar achteren, naar rechts en weer naar voren. En met een grote cirkel kom je weer terug. Adem in, neem je handen mee omhoog. En adem uit, rechterhand op de mat, linkerhand op de grond. Of over je hoofd, sorry. Adem in, beide handen zijn omhoog. Linkerhand op je mat, rechterhand over je hoofd. Adem dan in, maak je handen lang. Rechterhand achter je bil, linkerhand hou je in de lucht. Dan andere hand omhoog, linkerhand achter je bil, rechterhand hou je omhoog. En dan kom je terug. We gaan de kat en de koe doen, maar net iets anders dan je gewend bent. Dus kom op je handen en je knieën. Als je op je handen en je knieën bent, dan kruis je je handen. Dus je rechterhand zet je ter hoogte van je linkerknie, linkerhand aan de andere kant. En als je, we beginnen met een bolle rug. Dus je beide knieën zijn op heupbreedte. Je handen zijn gekruist. Adem in, maak een bolle rug. Blijf rustig doorademen en adem uit. Als je een bolle rug maakt, dan leg je ellebogen neer. Je handen laat je staan. Je moet het even voelen om bewust een bolle rug te maken, want het voelt raar. En adem in, duw je met je handen weer omhoog en maak een bolle rug. Je handen laat je gekruist staan. Dan gaan we naar beneden. Laat je handen staan. Je ellebogen gaan naar de mat. Adem uit. Maak een holle rug. Voel even bewust. Corrigeer jezelf als het lastig is. Laat gewoon je handen staan. Duw je handen weer omhoog. Maak een bolle rug. Laatste keer. Adem in. Blijf zo staan. Adem uit. Maak een holle rug. En dan kom je terug. Zet je handen voor je neer. Krul je de tenen. Gaan we naar de downward facing dog. Duw jezelf omhoog. En je weet als het lastig is een downward facing dog. Mag je best rustig je knieën buigen. En anders kom je in een downward facing dog. Nu beweeg je even je hielen heen en weer. Om even je spieren op te warmen. Je heupen gaan van links naar rechts. En je kijkt ondertussen naar de voorkant van je mat. Je wandelt naar voren en je buigt je lichaam naar beneden. Ook als dit lastig is en je vindt het lastig om zo te rijden, rustig buig je knieën en dan zet je je handen neer. En dan strek je je benen. Dan zet je linker en je rechterhand op je knieën. Maak je een neutrale rug, kijk je voor je uit. En adem je uit, buig weer voorover. Wijd omhoog komen, doe je links en rechts je handen wijd. Dan kom je in één keer naar boven en je handen zijn wijd. Ik sta op de korte eind van de mat, lange eind van de mat, zodat je me beter kan zien. Maar jij mag gewoon staan waar je blijft staan. Hang nu één hand in de lucht. Je rechterhand gaat naar achteren, naar je billen. En duw je ver van je uit. Dan adem je in en je neemt je beide handen weer omhoog. Linkerhand naar achteren. En
weer wijd. En dat gaan we wat sneller doen. Dus rechterhand naar achteren en wijd. Linkerhand naar achteren en wijd. Rechterhand naar achteren en wijd. Linkerhand naar achteren. En kom zo staan. Langzaam zet je je benen ietsje bij elkaar. Maar het mag nog steeds wel ruimte zijn tussen je voeten. En we gaan naar de eerste flow. Ook heeft de eerste flow te maken met een twist, een draaiing. En die doen we 3 keer. Dus adem in, neem je handen mee omhoog. Adem uit, kom naar rechts. Adem in, terug naar het midden. Adem uit, naar links. Adem in, terug naar het midden. Maak je armen wijd en je buigt je helemaal naar voren. Je rechterhand zet je tussen je twee voeten in. In je linkerhand neem je mee omhoog. Dan draai je, zet je linkerhand terug op de mat. En je rechterhand draai je omhoog. Dan zet je je armen wijd, buig je knieën als een vogel. En hou je knieën gebogen, neem je handen mee omhoog in de stoel. En trek jezelf dan omhoog. En adem uit. En dan span even je lichaam. Adem in. Neem je handen weer mee omhoog. Adem uit. Kom naar links. Adem in. Terug naar het midden. Adem uit. Kom naar rechts. Adem in. Terug naar het midden. Adem uit. Naar links. Kom terug in het midden. En dan adem je uit. En dan zet je je handen weer neer op de grond. Linkerhand tussen je voeten. Rechterhand omhoog. Kijk langs je schouder. Naar je vingertoppen. Adem uit, zet terug. Adem in. Linkerhand omhoog. En adem uit, zet terug. Buig nu door je knieën. Je handen zijn wijd als een vogel. En adem in, omhoog voor de stoel. En langzaam strek je lichaam weer op. Handen naar beneden. Ondertussen voel je wel hoe je voeten stevig op de mat staan. Ben je daarvan bewust? En als het even minder gaat, til je even je tenen op. Ben even dan heel bewust hoe stevig je met de hak op de mat zat. En dan zet je je voeten weer terug. Lukt het je nu niet bij deze houding? Ook altijd mag je je knieën buigen. Maar in principe hou je je buikspier aangespannen. Zorg dat je lichaam recht is. Trek al je banda's omhoog. Laat weer adem in. Beweeg naar rechts en adem uit, terug naar het midden. Adem in, beweeg naar links en terug naar het midden. Naar rechts en terug naar het midden. Naar links en terug naar het midden. Dan draai je naar beneden, buig. Je rechterhand zet je tussen je voeten, linkerhand gaat omhoog. Adem uit, linkerhand terug, rechterhand omhoog. Langs je schouders. Langs je duimen kijk je omhoog. Buig je knieën. Als een vogel ben je breed. En adem in. Je handen gaan omhoog voor de stoel. Langzaam strek je je op. Adem in. Neem je handen wijd. Laat je linkerhand staan. Rechterhand is naar achteren. En je armen wijd. Linkerhand naar achteren. Kijk ook helemaal naar je vingertoppen. Dan draai je optimaal. Handen weer wijd. Rechterhand naar achteren. Kijk naar je vingertop. Van je achterste hand. Armen weer wijd. Links naar achteren. En armen wijd. En nu rechts naar achteren. En armen wijd. En terug. Ik ga aan het kort eind van de mat staan. Adem in. Maak jezelf lang. En adem uit. Beweeg. Naar beneden. Zet je beide handen op je knieën. Maak je rug recht. En adem uit. Weer naar je knieën. Adem in. Neem je handen weer mee omhoog. We gaan naar een vinyasa. Adem uit. Buig met de rechterrug naar voren. Op een inademing heb je rug recht. En op een uitademing stap je naar achter. Hoge plank. Zacht naar beneden. Voeten plat. Adem in. Kom omhoog in de kobra. En adem uit, terug naar de grond. Krul de tenen van je voeten. Duw jezelf omhoog, downward facing dog. Je hoofd is hierbij, tussen je handen. Je hielen zijn naar beneden.
Je ademt rustig in en uit. Dan kijk je naar je rechterhand. Je stapt met je rechtervoet naar voren, draai je linkervoet een kwartje. En kom omhoog in de krijger 1. Hierbij zijn je schouders weg van je oren. En je strekt je voorste voet, met je handen even achter je rug. En om die reden, als je zo staat, kan je goed voelen, sta je stevig op de achterrand van je achterste voet. Heb je lichaam goed ingedraaid, want als je zo schuin is, je weet dat je naar het kort eind van de mat, dan zou je je voet een klein hipje moeten doen, zodat je heupen recht staan. Je lichaam is ontspannen, je houding is recht. En als je denkt, ja, dit klopt, buig je door je knieën, neem je handen weer mee, trek je ze even op en laat ze rustig zakken weg van je oren voor de krijger 1. Dan gaan we hakken, dus je krult je vingers in elkaar. Adem uit, draai en hak het hout door midden. Adem in, kom terug. Hou je voorste knie gebogen, leun op je achter. Adem uit, hak het naar beneden en kom omhoog. Adem uit, buig naar voren, laat je voorste voet staan, draai je achterste voet bij. Kijk even voor je uit. Stap bij, buig jezelf. Naar voren, leun even naar voren. Je knieën mogen hierbij gebogen zijn als het lastig bent. Leg je links en rechts, je handen op je knieën. Maak je rug recht. En adem uit, terug naar de grond. Adem dan in, neem je handen mee omhoog. En adem uit, naar beneden. We gaan een vinyasa maken voor de andere kant. Adem in, neem je handen mee omhoog. Adem uit, buig met de rechterrug naar voren. Op een inademing heb je rug recht en op een uitademing stap je naar achter. Hoge plank. Terug naar de grond, voeten plat. Adem in, kom omhoog in de cobra. En adem uit, terug naar de grond. Krul de tenen van je voeten en doe jezelf omhoog. Downward facing dog. Ook nu voel je hoe je staat. Je hoofd is tussen je handen. Je hielen zijn zoveel mogelijk naar beneden. En je ontspant. En je kijkt naar je linkerhand. Stap met je linkervoet naar voren. Je rechtervoet is een kwartslag. En adem in. Kom omhoog. Adem uit. Maak je benen weer recht. Voel hoe je staat in deze houding. Adem in, zet handen omhoog. En adem uit, maak je lichaam weer lacht. Adem in, buig, je hakt het hout. Dus hak naar beneden, hou je knie goed gebogen. En adem uit, terug. Adem in, hak naar beneden. En adem uit, terug. Stap naar voren, buig naar voren. Adem in, zet je beide knieën. Maak je rug recht. En adem uit. Buig door je knieën. Naar de grond. Langzaam richt jezelf op. Maak weer je benen wijd. En we gaan weer een draai maken. Adem in, zet je handen omhoog. Adem uit. Naar rechts, kijk langs je schouder naar je vingertoppen. En adem uit, terug. Je linkerhand draait naar achteren. Volg die hele beweging. En maak je handen weer wijd. Rechterhand gaat naar achteren. En misschien voel je wel dat je langzaam een klein stukje verder kan draaien dan je net hebt gedaan. Armen wijd. Linkerhand naar achteren. En adem uit. Stap bij. Rustig ontspan je even je lichaam. En dan gaan we weer een vinyasa maken tot de hangdok. En vanuit de downdog doen we weer de eerste en de tweede krijger. Dus span alles aan. Voel je voeten stevig op de mat. Adem in, neem je handen weer mee omhoog. Adem vanuit, buig met de rechterrug naar voren. Op een inademing heb je rug recht. En op een uitademing stap je naar achter. Hoge plank. Langzaam naar de grond. Adem in,
Kom omhoog in de cobra. En adem uit. Terug naar de grond. Krul nu de tenen van je voetje. Duw jezelf omhoog. Downward facing dog. Rustig blijf je in de downward facing dog. Je ontspant. Je ademt in en uit. En voelt even of je helemaal oké staat. Dan kijk je naar je rechterhand. Stap met je rechtervoet naar voren. De linkervoet draait en hartslag. En adem in. Weer in de krijg. Ook nu even strek je weer je been. Voel weer of je goed staat. Of je in balans bent. Om je benen helemaal recht staan. En adem uit. Je buigt. Schouders weg van je oren. Je lichaam is boven. Je vingertoppen zijn gespreid. En dan zet je handen weer achter je rug. Maar je kijkt even naar je achterste voet. Je hipje gelijk. Zodat je beide hielen op één lijn zijn. Want dan kan je in de krijger 2. Voel dat je handen zijn parallel op één lijn. Je knie is gebogen naar je rechter kleine teen. Je staat goed op de achtergrond. En ook dit kan je even testen door je been even te rechten. Goed te voelen of je achterste been staat. Dan weer bewust je knie te buigen en kijk of die naar je kleine teen is geduwd. Dus valt die te veel naar binnen, dan draai je hem naar buiten. En je handen doe je met een krachtige beweging. Je kijkt of ze op één lijn zijn. Arm in linkerhand op je been, rechterhand over je hoofd. Dan zet je linkerhand achter je rug en je draait wat mee en je kijkt naar je vingertop. Dan gaat je linkerhand, of je rechterhand heb ik het, ik zeg steeds links, maar in mijn geval is het mijn rechterhand. Die zet duw je naar voren en je duim steekt recht. En je duwt je andere hand naar voren alsof je een pijl en een boog aan het afschieten bent. Duw ook bewust je schouder naar achter. Dan kom ik met mijn knie iets naar voren. En dan duw ik beide handen weg. Dan draai ik mijn handen terug. En dan duw ik verder weg. Adem uit. Duw je handen weg. En kijk. En dan buig ik naar voren. Draai ik mijn achterste voet bij. Zet ik mijn rechterhand bij mijn kleine teen. Zorg even dat je goed in balans hebt. Dus duw die hak naar achteren. Buig je knie en adem in. Neem je linkerhand mee omhoog. Dan zet je beide handen weer terug. Aan de binnenkant van je voet. Zet je voet naar achteren. Downward facing dog. Ja, blijf even staan met het downward facing dog. En ik draai even. Zodat het beter te zien is. Downward facing dog. Voel me even bewust. Kijk naar je linkerhand. Stap met je linkervoet naar voren. Draai je rechtervoet bij, zodat je in één lijn bent. En kom naar boven. Voor de krijger. Goed. En even voelen. Dus je strekt je voorste been. Voel dat je goed dan op de achterhand van je been bent. En kijkt of je voet zo staat dat je bovenlichaam dus parallel is aan de mat. Heb je het gevoel dat dat nog niet is? Dan kijk even naar je voeten. Maak je even een hipje. Zoals je bovenlichaam. Als je rechtop staat, gelijk is aan de mat. Krachtig zet je je handen naar buiten. Even voelen dat ze op één lijn zijn. En dan buig je weer door je knie. Rechterhand, rechterhiel. Linkerhand over je hoofd. Rechterhand achter je rug. Dan kan je linkerhand nog wat verder duwen. Dan duw ik nog verder door de knie en dan maak ik mijn beide handen als schelper en kijk naar mijn voorste hand. Draai dan om, volg je voorste hand en draai hem. Dan kijk je naar de voorkant van de hand, draai je achterste voet bij en goed je hak naar beneden draaien, linkerhand. Aan de buitenrand. Adem in. Je rechterhand gaat omhoog. En kijk langs je vingertoppen omhoog. Zet dan beide handen neer. Downward facing dog. Kijk of wandel naar voren. En je lichaam buigt naar beneden.
Aan in, je rug is recht. En aan uit, je lichaam is naar beneden. Nu met beide handen wijd omhoog, maak de grote stap naar het midden. En we gaan weer draaien. Arm uit, andere hand naar achteren. En arm in wijd. Arm uit, de hand is naar achteren. En arm in is wijd. Arm uit, beide handen zijn naar achteren. Arm in is wijd. En je volgt je. De schouders. En hij is wijd. En dan langzaam zet je je handen in je zij. Als je al staat op de lange end van je mat, dan blijf je staan, heb je dat nog niet gedaan. En je hebt de beweging net gemaakt aan de korte eind van je mat, dan kom je nu staan aan de lange eind van je mat. Je draait links en rechts, je voeten wijd en je buigt. Zo ver als je de voorhef of je goed je bekken hebt gedaan. En spreid je armen wijd. Draai dan je handpalmen open en kom omhoog. En eigenlijk hetzelfde als je net hebt gedaan bij de krijgers. Als je handen dus nu laat zakken, desnoods even achter je rug, dan voel je even hoe stevig je op je voeten staat. Staan al de vierde punten van je voeten erin. En waarom deze les daar zoveel nadruk op, is omdat als je steviger grond bent, dan voel je ook steviger en sterker te staan. Dus neem je handen weer mee omhoog, zorg dat je schouders laag zijn, buig en je handen zijn recht. Dan kan je in de godinnenhouding komen, je handen links en rechts parallel en dan zet je je beide handen op je knieën. We gaan een draai maken van je linker schouder naar je rechter knie. Dus linker schouder, rechter knie, omhoog, rechter schouder, linker knie, omhoog. Linker schouder, rechter knie, omhoog. En kijk eroverheen. Kom terug, rechter schouder, linker knie. Blijf in deze houding. Ook al voel je de kramp in je bovenbenen. En zak door je benen. Blijf staan in deze houding. Ook nu kan je draaien. Dus je linkerhand gaat omhoog. Kijk weer langs je schouders naar je vingertoppen. Blijf gebogen met je benen. Rechterhand gaat omhoog. En je zet hem terug. Blijf even zo in deze houding. Blijf goed doorademen. Voel de vier punten van je voeten. Links en rechts. Langzaam kom je omhoog. En strek je even je benen. En dan wandel je met je voeten even terug. Sluit even een moment je ogen. En ben je bewust van die vier punten van je voeten stevig in de mat. Voel even je houding. Sta je nog goed? Zijn je buikspieren aangespannen? Zijn je handen en je schouders weg van je oren? Ben je in een stevige mountain pose? En als dat zo is, dan gaan we zo een vinyasa maken om tot zit te komen. En van die vinyasa tot zit gaan we ook kijken of je ook daarin de draaien kan maken. Kom dan naar het korte eind van je mat. En we gaan een vinyasa maken, maar we maken twee keer de vinyasa en dan gaan we naar zit. Dus arm in, neem je handen weer mee omhoog. Arm uit, buig naar voren. Alvorens met de vinyasa beginnen, zet je eerst je handen op je knieën, maak je een rechte rug. En arm uit, hoofd naar beneden. Stap nu naar achteren. Hoge plank. Langzaam zak je naar de grond, voeten plat. Arm in, kom omhoog in de cobra. En arm uit, terug naar de grond. Krul de tenen van je voeten. Duw jezelf omhoog. Downward facing dog. Kijk naar het korte eind van je mat. En stap naar voren. Hou je rug recht. Adem uit. Neus naar je knieën. Op een inademing neem je handen weer mee omhoog. En op een uitademing ga je handen naar beneden. En je buigt voorover.
Adem in, je rug is recht. En je ademt uit en zet je handen terug op de mat. Stap naar achteren, hoog op lang. Terug naar de grond. Adem in, kom omhoog in de cobra. En adem uit, terug naar de grond. Krul de tenen van je voetje. Duw jezelf omhoog, downward facing dog. Kijk naar je rechterhand. En kom even zitten. En kruis je voeten. En maak jezelf lang. In deze houding, de driehoekhouding, heb je voeten tegen elkaar gezet. En je bent gewend dat we hem voorover buigen. Maar ook deze houding kun je in een twist raken. Je kan even voelen waar je de, zeg maar de rek raakt. Zet je voeten verder van je af en je komt iets verder en je gaat dan draaien. Dan heb je meer ruimte bij je buik. Ga je je voeten dichter bij elkaar, dan voel je meer de rek hier in je liezen. En ook dan kan je draaien. En in mijn geval zit het natuurlijk ietsje meer in de weg. Qua buik. Dus ik kies ervoor mijn voeten ietsje verder voor uit te brengen. Wel zorg ervoor dat mijn rug helemaal recht is. Met je linkerhand pak je de rechterknie van je rechterhand. Zet je achter je wil in het draait en je kijkt over je rechterschouder. Probeer wel, zoveel als voor jou mogelijk is, je knieën naar beneden te duwen in deze houding. En vooral belangrijk dat je heel ontspannen even blijft doorademen. Een voordeel van een draaiing is dat namelijk je buikorganen worden gedraaid. En je ademt uit, je komt terug. Andere kant op, rechterhand, linkerknie, linkerhand achter je wil. Maak je lang en draai en kijk over je linkerschouder. En je draait en je komt terug. Laat je voeten staan. Zet je rechterhand op de grond. Linkerhand is over je hoofd. Voel de hele lengte van je lichaam. En experimenteer eens of je hand wat verder naar achteren doet. Terwijl je wel zorgt dat je goed geleund bent over je voeten. Dat je wat meer naar voren doet. Maar experimenteer dat je zoveel mogelijk over je hoofd voelt. Dan draai je om, linkerhand op de mat, rechterhand over je hoofd. Kijk wel naar je vingertoppen, want als je de andere kant op kijkt, of zoals ik nu naar jullie, dan merk je dat de rek niet zo goed meegaat. Dus als ik hem recht maak en ik kijk ook, ik volg mijn vingertop, dan is mijn hand rechter en voel ik meer de rek. En adem ik eruit en zet je handen terug. Vanuit deze houding ga je naar de child's pose. Duw jezelf naar achteren en je handen zijn voor je uit. Duw jezelf even af in de child's pose zodat je er goed in komt liggen. Adem even rustig door. En dan kom je iets omhoog en zet je je beide handpalmen tegen elkaar, rechter elleboog, linker knie. En je draait je kijkt over je linker schouder. Blijf even zo in deze houding. En je komt terug naar het midden. Je zet je handen weer voor je uit. Maak lengte. Kom weer iets overeind, beide handpalmen tegen elkaar. Linker elleboog, rechterkant. Kijk over je rechterschouder. En dan draai je beide handpalmen weer voor je uit. En dan voel je even na in de child's pose. En vanuit de child's pose duw je jezelf helemaal naar voren in de sphinx.
Kijk even voor je uit. Je handen, knieën en je ellebogen zijn naast je lichaam. En je kijkt naar voren. Je schouders zijn naar achter gedraaid. Sluit even je ogen in deze houding. Links en rechts je handen. Duw jezelf weer in de child's pose. Kom weer terug op je buik en we gaan armen kruisend maken. Dus je rechterhand gaat over naar voren en je linkerhand draai je er overheen. Dan kijk je even voor je uit en als je dat goed doet, voel je helemaal aan de achterkant van je schouders de rek. Ook zelfs met je armen kan je dus een twist aanbrengen in je lichaam. Houd het heel even vast, zodat je lijf even aan deze hieraan moet wennen. En dan draai je om, doe je je andere hand die je net boven had naar beneden. Je maakt gewoon dat ik links naar beneden en rechterschouder om je heen. En misschien merk je wel dat er een verschil is wat vaster zit en wat niet. Kijk recht voor je uit, probeer dat. Met je links en rechts je handen weer neer. Duw jezelf in de child's pose. Dan kom je overeind en dan kom je tot zit, tot de kaars. En voor de kaars zet je je tenen naar je toe, strek je knieën, je bovenlichaam is omhoog en je handen zijn links en rechts naar je lichaam. Als je korte hersen hebt en dat lukt minder, pak je rustig je knieën wat omhoog en is dit je kaars. Ook in de kaars kan je een twist maken. Dus je draait je beide handen. Je rechterhand is even op je bovenbeen. Je linkerhand is naar achteren. En je kijkt over je linkerschouder. Blijf altijd heel even in een houding. Zodat je lichaam echt optimaal even die draai moet voelen. Dan draai naar de andere kant. Dus je linkerhand pakt even je wiel of je bovenbeen vast, je rechterhand draai je zo ver mogelijk naar achteren. En je draait terug. Pak nu je rechtervoet en die zet je over je linkerknie. Ook nu maak je een draai en zet je rechterhand weer op je bovenbeen. Je linkerhand is naar achter en je draait hem. Zorg wel dat je rug recht is. Je linkerhand is achter. Zoveel mogelijk achter jezelf gedraaid. Voor we naar de andere draaiing gaan, ga je naar voren. Dus je zet je handen, pak even je tenen. Of als je dat lastig vindt, hou je knieën gebogen. En zoveel mogelijk buig je voorover. Adem in en rustig zak je naar beneden. De ademhaling laat je het werk weer doen. Adem in en adem uit. Kom dan overeind en dan gaan we de draaiing weer de andere kant op doen. Dus je pakt je linkervoet, die zet je over je rechterknie. Zorg wel dat je tenen naar elkaar toe, naar je toe wijzen. Recht je rug en dan ga je weer een draai maken. Dus je rechterhand zoveel mogelijk achter je bil, linkerhand over op je bovenbeen. Van je gestrekte been recht en draaien. Kijk op je rechterschouder.
En als tegenhouding zet je alvast je handen achter je billen voor. Links en rechts, achter je bil, leunen vast op. Hond je voeten, maar zet je voeten, duw jezelf omhoog. Dus je duwt af, komt omhoog. Billen gaan weer terug naar de grond. En je komt staan. Beweeg je lichaam alsof we de draaiing maken. Dus je handen gaan omhoog, draai. En je handen gaan omhoog, draai. En draai. En draai. En draai. En naar voren. Nu ben je toch langzamerhand wel maximaal getwist, zou je zeggen. Je hebt alle kanten opgedraaid. En toch wil ik nog een laatste oefening met je doen. Om de draai maximaal te doen. En daarvoor wil ik je uitnodigen om op je zij te komen liggen. Links en rechts je voeten. Als het ware je knieën op elkaar te zetten. En je handen maximaal over je billen naar de voorkant te laten gaan. En je ziet dat je hele bovenlichaam. Om deze houding ben je gewend, maar zo je hele bovenlichaam is in deze houding nog steeds gedraaid. Je kin is op je borst en probeer even rustig te blijven doorademen. Tenen naar je toe. Het is best een intensief en als je te zwaar is, laat je je hoofd op de grond hangen. En dan kom je terug. We gaan naar de andere kant. Daarvoor draai ik even mee. Dus je komt weer met beide knieën op de grond. Je steekt je handen naar voren, hoofd is omhoog. Linkerhand, dus de achterste bilkanthand, die strek je zoveel mogelijk. En de andere hand wijs je naar je bil. Ook nu, als het te zwaar is, laat je je hoofd even zakken. Anders blijf je omhoog. Tenen naar je toe. Dan wordt het intensiever. En als tegenhouding draai je weer even op de grond, links en rechts je handen. Duw jezelf omhoog in de child's pose. En kom terug en draai. Op je rug. Ook hierbij kun je een draaiing maken. Dus je pakt beide knieën naar je toe. En met je linkerhand pak je je rechter enkel, rechterhand, je linker enkel. En je trekt even je voeten gekruist naar elkaar toe. Je buik blijft in deze draaiing wel optimaal gewoon plat. Maar je merkt dat je nu een rek krijgt aan de achterkant van je bil. Hoe meer je je voeten naar je toe trekt. Kijk even naar het plafond. Probeer verder je lichaam te ontspannen. En dan draai je. Trek je voeten weer naar je toe. Ik heb nu mijn rechterhand, mijn linker enkel vastgepakt. Mijn linkerhand, mijn rechter enkel. Maximaal naar me toegebracht. En rustig wiebel ik even heen en weer. Zet dan je voeten op de grond. Spreid je armen wijd, links en rechts. Trek je knieën naar je toe. En dan laat je beide knieën naar rechts vallen. En je hoofd gaat naar links. Probeer op deze manier te ontspannen. Gaat het niet zo goed? Dan zet je je voeten, je billen even een wipje naar de andere kant. En alsnog zet je je knieën op elkaar. Spreid je links en rechts je armen wijd. En je kijkt naar de linkerkant. Terug naar het midden.
Wiebel even zachtjes heen en weer met je knieën. Trek je knieën op. Dan spreid je weer links en rechts je armen wijd. Breng je knieën weer op elkaar. Draai je hoofd naar rechts. Pak dan je beide knieën weer vast en wiebel heen en weer in het midden. En dan kruis je je benen, handen in je knieën, kom je overeind. En dan maak je je klaar voor jouw eindontspanning. Trek als je dat wil iets warms aan, misschien een kussentje onder je hoofd, een dekentje over je heen. En dan kom je liggen. En als je ligt, merk je misschien wel dat ik je lichaam goed heb opgepompt en dat het warm is geraakt. Eigenlijk heel je lichaam heb ik gedraaid. Misschien merk je het nu nog niet, maar hopelijk morgen dat je denkt, maar ik ben best wel een beetje soepeler geworden. En als dat nou zo is, zou ik het leuk vinden als jij mij een berichtje schreef. Wat vind je ervan? Merk je morgen dat je lijf wat soepeler is geworden? Het is tenslotte ook maar een niet zo inactieve manier. Je logt in op een link en je ziet mij, je volgt mij. Wat ik helemaal top vind. Maar daardoor kunnen we ook niet met elkaar praten, zodat ik weet of er zo'n les voor jou hetzelfde effect heeft. Wat het voor mij heeft om het alleen al aan jou te geven. En als je helemaal plat ligt, dan kijk je of je kan ontspannen. En om je daar even bij te helpen, wil ik je vragen of je voor je gevoel je tenen helemaal wil strekken en dan wil ontspannen. Of je voeten maximaal even uitdrukt en weer ontspant. Of je heel je benen zo lang en gestrekt en al je spieren span je aan en je ontspant. Laat je heupen meedoen. Alles span je aan. Je bilspieren, je heupen, je benen. Je maakt het zo lang en zo hard mogelijk. En je laat los. Hetzelfde doe je met je hele bovenlichaam. Dus span het aan. Schouders, rug, buik. En je laat het los. Spreid dus je hele armen wijd. Span ze aan. En dan laat je ze los. En dan trek je ze langzaam ontspannen naast je lijf. En als ze naast je lijf zitten, span je ze nog even aan. En dan laat je ze weer los. Span dan even al je vingers. En laat ze los. Heb je hele hoofd tot aan je kruin, je nek, je schouders mogen meedoen en je ontspant. Maar ook al je gelaatsspieren, span je gezicht aan. Misschien boos of een andere emotie, frons je voorhoofd, span al je kaken aan en dan laat je los. Maar nu zelfs je ademhaling. Adem in door je neus. En adem lang uit door je mond. Adem in door je neus. Probeer het dieper te maken. En lang uit door je mond. Laatste keer adem in door je neus. En lang door je mond. En als je je nog gespannen voelt, adem je nog een keer diep in door je neus en lang door je mond.
Net zolang tot je ervaart dat er meer rust is in je lijf. En als dat zo is, dan sluit je je ogen als je dat al niet gedaan hebt. Dan adem je rustig in en uit. En dan luister je naar de geluiden die bij jou in jouw eigen ruimte zijn. Het tikken van je klok. Of de wind door de ramen. Het geluid van je familieleden door het huis. Of alleen maar het geluidje van de verwarming. Wat hoor je in de kamer waar je bent? Langzaam kom je terug in het hier en nu. Neem een diepe ademteug in en adem rustig lang door je mond weer uit. Neem een diepe ademteug in en adem lang door je mond weer uit. En wiebel dan zachtjes met je tenen, met je vingers. Draai je handpalmen naar boven en naar beneden. Beweeg even je schouders van je ene oor naar je andere oor. En steek je handen boven de dekens en wrijf ze warm. En met je warme handen ga je over je wangen, over je neus, over je voorhoofd. En draai jezelf dan op je rechterzij. Duw jezelf dan omhoog en kom nog even in kleermaker zit. En probeer de ontspanning die je hebt meegenomen nog even mee en vasthouden, terwijl je zo zit. En loop nog even bewust je lichaam langs. Voel je ontspanning in je voeten, in je knieën, in je heupen,
Voel je ontspanning in je schouders en in je hoofd. En merk je dat er ontspanning is in je hele lijf. Adem dan in en zet je handen voor je borst.